En eens is ook van de partij op Appeltern, op een kooi-event. Kom op, gaan we naar binnen. Hey. Nou, ik heb ze bij me, hè? Hey. Ja. Kijk eens even. Je bent natuurlijk deelnemer aan het event. Ja, tuurlijk. Hartstikke gaaf. Seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. I'm the bad guy. Hey, kom even kijken. Ik heb een nieuwe bakker. Bij net de toestel. Dit is de kap is eraf. Wordt het voorjaar. Maar deze is goed. Zo, die zien de tegenstrijd, hè? Die is vergroeid, hè? Die, ja. Niet normaal. Dit is de kans, ik ga mee naar de kooi show natuurlijk. Ja. Dan ben ik nu al aan het prepareren voor jullie, hè? Voor 27-28 juni. Ja, het is nog 3,5 maand. Maar ja, ik wil dat goed. Dus dat gaat helemaal goed. En ik heb nu deze bak erbij. Dus voor de klant, ik wilde. Ik heb er wat kleine en grote vissen door elkaar heen en dat is toch het pure beleid. Ja, we hebben het nu leuk. En ik heb leuke ideeën voor de stand in de, op Appeltern. Dat is echt heel leuk. Ook dat is natuurlijk. Ben ik ook we hebben een primeur, mensen. Ja, ja, het is. Ja, ik vind dat helemaal. Ik vind dat leuk. Nee, je hebt natuurlijk de mensen die. Met de kooi kerk met de reis, maar ja, ik vind het volgens vanaf het minuut 1. Ja, ja, wij zeker. En nou, we hebben een hele gave, we krijgen vissen op certificaat vanuit Japan. Kwekers komen mee. Die komen ook in de stand, hè? Die komen in de stand. Ja. Die jongens, maar liefst 3 kwekers die bij ons in de stand staan. En die komen hun eigen vissen, zeg maar, presenteren. En daar kun je er alles aan vragen over. Hè, dus ook los van of je daar een vis koopt of wat ook. Nou, vragen ze het hem van de groep, van het lijf, weet dat? Dat is volgens mij nog nooit eerder vertellen. Nee, volgens mij ook niet, en zeker niet met 3. En nou, we hebben dus ook. Tanks in de stand staan met een professioneel filter erbij. En daar zitten wat visjes ook weer van de kwekers die ze speciaal apart hebben gehouden voor deze, voor dat event. Dus die worden nog opgestuurd. Die zwemmen nu nog in Japan, want die moeten nog zo weer worden echt een tuiterkooi. En die komen dus daar in de tanks te zwemmen. Die kunnen verkocht worden, die zijn te koop. Maar dat zijn super gaaf vissen. Dus dat wordt helemaal gek. Maar wel voor een beetje gezellig. Altijd een hele leuke. En helemaal natuurlijk als je kooikever lid bent, dan heb je natuurlijk helemaal een speciale behandeling. Dus dan krijg je een extra korting. Hoofd. Dus wederom in de knip. en we hebben ook een hele gave. En de bonsai zijn binnen en die houden ook apart. Die hebben we nog niet in onze winkel. Oh, die zegt je ook in de stand. De eerste bonsai bij ons in de stand. Dat worden echt heel gaaf. Ik die stand, ik ben al helemaal mee bezig. Iedere avond aan het tekenen en banners en zo. Dat wordt helemaal gaaf. Wij kijken er ook naar. En we zijn er ook eigenlijk best wel trots op. Ja. Dat een bedrijf als Arts ineens bij ons op de event wil komen. Ja, helemaal leuk. Het is natuurlijk pas officieel als je sticker. Ja, ik ben er helemaal blij mee. Toppie. Ja. Mooie plek, meteen bovenop, bovenaan. Zo, hè? Ja.
Nou, dan kunnen we meteen alle kooikevenleden zien. Dat is hier tot het extra welkom.